Welkom bij een nieuw item van WTF TV. Het is vandaag woensdag 21 maart en dat betekent dat we allemaal weer massaal naar de gemeentehuizen gaan en de stemlokalen. Om de gemeenteraadsverkiezingen te doen. Dit jaar is er ook nog een verkiezing voor de sleepwet waar we voor of tegen kunnen stemmen. Ik ga jullie meenemen naar de mobiele stembureaus en de stemtram, want die is er voor het eerst dit jaar ook. Kom lekker mee. Nou, ondertussen staan we in de stemtram. Er komt net een hele groep binnen van een externe kiesraad die normaal gesproken op Curaçao en de andere lekkere warme Caribische landen vandaan komt. En er komen ook zojuist wat stemmers binnen. Helaas kunnen we dat uiteraard niet laten zien, maar het is toch best wel druk, moet ik zeggen. En je moet je eigen goed vasthouden. Nou, dat was ons ritje met de stemtram. Deze rijdt vandaag nog tot 5 uur rond. Dus mocht je hebben gestemd in de tram, dan laat het even weten hoe jij ervan vond. Nou, we hebben al een paar bijzondere stemlocaties gehad. We hebben een bus gehad, we hebben de stemtram al gehad. Maar ook hier in Wijkpark Transvaal is bij de kinderboerderij tijd en plek om te stemmen. Dus ook hier kun jij volgens mij tot 9 uur binnen, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Je kan in ieder geval ook hier stemmen tussen de dieren. Ook hier in de Brusselse straat bij de Haagse Hotelschool staat een stembus. Ik hoop voor deze stembus dat het geen milieuzone is, want daar komt er niet doorheen. Ik sta hier naast Damien Zeller van Groep De Mos, Jong De Mos, nummer 10 van de lijst. Jullie zijn al de hele dag bezig, begonnen bij de Haagse Markt, heb ik gezien. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, wij komen overal in een warm bad. Ik bedoel, als wij op de straat zouden peilen, denk ik dat wij op 20 zetels uitkomen. Want iedereen zegt, ik stem Groep De Mos. Of ik hoef niet een flyer, want ik ga gewoon al stemmen. Dus de reacties zijn echt meer dan positief. Dat is in ieder geval fijn, heel fijn voor jullie. Jullie hebben zelf gezegd, 10 zetels redden we makkelijk. Dat klinkt nu dus al positief. Nou ja, ik geloof er nog steeds in, want ik heb gewoon een klein vermoeden dat ik na vanavond zit ik in de gemeenteraad. Nou ja, positiviteit ten top. Jullie stonden net bij de Haagse Markt met de PvdA, waar ook Martijn Balster enorm fanatiek aan flyeren was. Hijgt de concurrentie dan een beetje in de nek? Zeker niet. Ik weet gewoon zeker dat wij Martijn Balster ver achter ons laten en wij vanavond veruit de grootste gaan worden. Nou, wij houden het in ieder geval in de gaten. En jullie zijn tot 9 uur in spanning, denk ik. En ik gok ook dat jij er in de dans wel bij bent vanavond, toch? Dat weet ik niet. Ik ben ook al heel vroeg begonnen. Dus, en ik moet natuurlijk dat prachtige filmpje nog online zetten. Ja. Maar we gaan jullie zeer zeker in de gaten houden. Super. Dankjewel. Dankjewel. Bye. Dit was weer de uitzending voor de mobiele stembureaus en de stemtram. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik vond het in ieder geval super. Ik ga nu zelf ook nog eventjes stemmen. En dan ben ik hier ook weer klaar mee voor vandaag. Ik zeg tot de volgende keer. Deel en like deze video. Heb je meegereden in de stemtram? Reageer dan vooral eventjes hoe je het vond. Nogmaals tot de volgende keer. Houdoe.